Oké, dan beginnen we het interview. Mijn eerste vraag is altijd, hoe oud was u in 1950? 18. 18. Dus het interview gaat met name over de periode tussen uw 18e en uw 28e. Maar het is niet erg... 50 was toch in 18? 32, sorry. Ja. Mag niet. Oh ja, trouwens, u mag best praten, alleen we horen u niet. Want de microfoon... Nee, gelukkig. Ja. Maar meer van dat als u wil dat er iets opkomt, dan moet u iets zeggen, want anders ook mij hoor je niet. Nee, sorry, ik hou mijn mond. Ja, geeft niet. Dus het gaat met name over die periode tussen de 18 en 28, maar het is niet erg als we daar af en toe aan beide kanten overheen gaan. Kunt u schetsen hoe uw thuissituatie was in die tijd? Waar woonde u en wat deed u? Dat is twee dingen. Ik woonde aan de Kleiweg in Rotterdam-Noord. Hè. En, mijn vader was kantoorbediende en mijn moeder had daar een postagentschap. En, 1 jaar ben ik spoorstudent geweest naar Leiden. En daarna kwam ik op kamers te wonen in Leiden. Maar ieder weekend was ik thuis. Op de fiets. Ja. Wat is spoorstudent? Wat is dat? U zegt spoorstudent, toch? Spoorstudent betekent dus dat je heen en weer reist iedere dag naar Leiden en terug. Ah, zo. Maar wat bedoel je met de fiets dan? Nou, en toen ik op kamers woonde, ging ik het weekend altijd op de fiets naar Rotterdam, naar mijn ouders en terug. Oké, okay. Dat is een eindje. Dat lijkt me toch. En ik ben getrouwd in 1958. En... toen ben ik eerst gaan inwonen in Kralingen en daarna kreeg ik een gedeeltelijke praktijk aan de Maaskade op het Noordereiland. Hmm. Dus toen was ik al huisarts. Okay. En welk jaar was dat? Sorry? Welk jaar was dat u huisarts in praktijk? Januari 60. Daar kreeg ik mijn eigen praktijk. Okay. En wanneer ging u studeren? 49. Oh, dus dat is maar ik ben ook nog in militaire dienst geweest. Oh, ja. Ja. En wanneer en waar? Dat moest in die tijd dus in fracties gebeuren. 3 maanden in 1952. 6 weken in 1955. En 21 maanden in 58. Oh, ja. 57, 58, ja. Dus dat was de langste periode. En waar was u geleverd? De eerste was ik in 's-Hertogenbosch. Tweede was ik in Amersfoort. Derde was ik deels in Amersfoort en deels gewoon thuis, nota bene. Oh, ja. Even een pennetje pakken. Nee, dat ik even onthouden. Straks even op terugkomen. Oh nee, dank u. Had u broers of zussen? 1 broer, jonger. Ja. Even kijken of ik het op een rijtje. Dus u heeft eigenlijk in deze periode waar we over spreken, woonde u niet thuis op de Kleiweg? Ja, u kwam thuis in de weekends, ja. 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 Dat zo was het. Okay. En waar ging u naar school voordat u ging studeren? Op de HBS aan de Bergsingel. Okay. In de buurt. Ja. Was het gezin waar u uitkomt sterk of niet sterk politiek of religieus geëngageerd? Geen van beide, maar ethisch noemden ze dat in die tijd. Mm-hmm. Dus sterk op de moraal gericht. En dat had ze ook weerslag op de keuze van je... ontspanning. Mijn ouders hanteerden het begrip hogere en lagere kunst, bijvoorbeeld. En dat was natuurlijk de hogere kunst, want mijn vader kwam uit een beroepsmuziekfamilie en mijn moeder kwam uit het onderwijs, het gezin. Dus dat werkte bij elkaar samen en zei: jongen, je mag alleen maar mooie dingen zien en andere dingen is inferieur, moet je niet meer doen. En hoe kon u dat bepalen, wat dat onderscheid? Nou, eigenlijk hadden mijn ouders dus de belangrijkste invloed op
de keuze van mijn cultuur, zeg maar. En met name dus mijn moeder, die dus lid was van de Volksuniversiteit, en die precies wist wat kwaliteitsfilms waren. Die deels ook al die Volksuniversiteit vertoond werden. Dat was toen in het gebouw aan de Westzeedijk nog. En deels in de filmliga, deels in het venster. En uw ouders gaven u dan adviezen of richtlijnen? Of hoe ging dat? Nou, eigenlijk had ik nauwelijks tijd voor ontspanning. Mijn ouders hadden het niet breed. En ik moest vreselijk hard studeren. En na de hand ook vreselijk hard werken. Mijn moeder zei vaak: jongen, dan moet je met me meegaan, want nou heb ik een mooie film voor je. Heel goed, en dan ging ik. Ja, dus wat dat betreft was ik erg passief. En u kaart het zelf al aan, maar uw vrije tijdsbesteding, hoe zag die eruit? Was u ook lid van een vereniging? Ja. Deed u sport, muziek? Wat? Ik was lid van een algemene jeugdvereniging. Vroeger heette dat, die bestaat niet meer, de VCJC, de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. Ja. Maar daar zit dus wel toch een christelijke achtergrond achter. Ja, maar heel vrijzinnig. Ja. En wat voor activiteiten werden er ondernomen? In die tijd waar we het over hebben, was ik geen gewoon lid meer, maar jeugd. Ja, ik was dus jeugdleider in Rotterdam, ieder weekend. En lid van de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond in Leiden. Ja. Dus wel actief dan. Ja. Dus had je een dispuut en zo. En met name voor het Rotterdamse deel, wat voor dingen, wat voor activiteiten hield dat in? Wat wandelen of buiten of binnen? Of... Ja, heel gevarieerd. Gekke dingen verzinnen met die opgroeiende jongens tussen de 12 en de 15 en zo. Ja, en toneelspelletjes op straat en zo. Ja. Maar ook naar de film of? Nee, maar ik herinner me wel dat ik al heel vroeg Les Enfants du Paradis gezien heb. En dat moet geweest zijn in 48, denk ik, 47, 48. En dat voel je meteen aan, dat was een goede film. Maar niet in de context van de VCJC was dat? Nee, dat was toch weer via aansporing van mijn moeder. En deed u aan sport, muziekbeoefening? Ik speelde piano, maar ik was er nooit goed in. En sporten, ja, ik fietste natuurlijk veel en zwemmen in Leiden. Ja. Waarom heeft u toegestemd om mee te doen aan het onderzoek? Eigenlijk omdat jij me zei van, nou moet... Mijn vrouw heeft, Frida heeft veel meer te vertellen dan ik. Dus ik ben gauw klaar. Dus, maar omdat ik dus een antipool was, is misschien ook interessant. Ja. Nou ja, ik vind het sowieso heel interessant dat want u haalt bijvoorbeeld de Volksuniversiteit aan. Ja. Die was nog niet in mijn verhaal voorgekomen. Nee. Ja, dat is een beetje een... Ik heb een lijstje gemaakt van films die ik me ook herinner. Oh, dus allemaal moet het die tijd geweest zijn. Menschen am Sonntag. La Strada. Ja. Goodbye, Mr. Chips. En dan Modern Times. Dat was de eerste grote film van Chaplin, die dus. High Noon. Met Cary Grant erbij en zo. Was echt Amerikaans, vond ik. Wat vond u dan niks? Of? Nou ja, Amerika had een bepaald aspect, weet je wel, stoere mannen en verleidelijke vrouwen. En dat was standaard.
Maar dat viel, sorry, ja, zeg. Dat viel dan onder de lage. Voor mij, ja, ja. Maar u ging er wel heen. Ik ben er terechtgekomen en ik weet niet meer waar. Maar ook. Tunis. Ja. It makes a lot of noise. Mm. Ook het papiertje maakt. Hij stopt er papers af. wel benieuwd, op basis waarvan heeft u dat lijstje gemaakt? Herinnering? Of, herinneringen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de films die u noemde. Ik weet niet of u al klaar was met het lijstje, of er nog meer op stond. Maar bijna klaar. Ik geloof dat ik laatst Stralen gezien heb tijdens een vakantie. In een centrum waar ik dus werkstudent was. Mm-hmm. En, was ik in Leiden? Nee, dat was in Driebergen, Doorn. Dus dat is zo'n vakantiekamp moest je dan meehelpen runnen, weet je, dan zat je in de staf. En, maar er werden ook films vertoond in een conversatiezaal. Ja. En nu ik aan denk, in de dienst, heeft u daar ook films gezien? Instructiefilms. Maar geen ontspanning? Niks. Nee. Niks. Had u een favoriete bioscoop? En een bioscoop met een bioscooporgel bijvoorbeeld, dat op en neer ging, ik vond het prachtig. Victoria was er eentje. Was het dichtst bij ons huis natuurlijk, maar als op Zuid in Colosseum was het ook, heb ik me laten vertellen. En dan bij het venster vond het zo mooi dat het doek tegen het plafond aan kon klappen. Zo. En gewoon dat soort technische snufjes, ja. Het interieur, dat interesseerde me niet zoveel. Maar wat was de bioscoop waar u het meest kwam? Het venster, ja. Dat was al, dat zou u als uw favoriet zien. Ja. Kunt u dat, kunt u nog meer vertellen over hoe het eruit zag en hoe een bezoek aan die bioscoop verliep? Nou, ja, je hoeft het niet van tevoren zo in een kassa te staan op een of andere manier waar die toegangsbewijzen makkelijker verkrijgbaar. Misschien dat het ook via de Volksuniversiteit ging of via de Filmliga of zo, weet ik allemaal niet. Maar ik heb nooit in een lange rij voor de kassen hoeven te staan. En ja, gewoon garderobe en beperkte ruimte in die bioscoop. En de brandvoorschriften zouden waarschijnlijk tegenwoordig niet meer goed gekeurd worden. En het publiek wat dus rustig was en heel aandachtig keek. Dat is me ook bijgebleven. En verder was er nauwelijks ruimte voor consumpties of zo, niks. Ja, kijk, als je een cineac moest zijn, en dat kwam je als jongetje, maar dat praat van voor 1950, dan was er wel natuurlijk die colportage van snoepjes en zo. En daar ging je ook met jongetjes naartoe voor verjaardagen enzovoorts. En je liep er binnen, was makkelijk, hoef je niks af te spreken. En de Cineac NRC dan, speciaal naar land kwamen ze twee. En ja, in het buitenland op vakantie ben ik ook wel naar de bioscoop geweest. In Londen een keer. Maar ja, dat was gewoon het buitenlandse gedoe enzovoort, dat was leuk. Daar heb ik gezien, Mary Poppins heb ik daar gezien. Oh, Mary Poppins, ja. Ja. Oh, in Parijs hebben we toen gezien die film van Jacques Tati. Monsieur Hulot en vacances. En u zegt, venster kwam u het vaakst. Waren er ook bioscopen die u vermeed? Nou, dat hoefde niet, want ik vermeed eigenlijk alle bioscopen. Niet speciaal bewust, na de hand hoorde je pas dat bepaalde bioscopen, namelijk voor porno bijvoorbeeld, Centraal, de Schiedamse Weg enzovoort. Nou, je had zo'n naam enzovoort, maar het was zo veel te ver weg.
En sowieso was er voor u een contrast tussen het venster en andere bioscopen? Of? Nou ja, de andere bioscopen hadden meer glamour. Hè? Ja. Portiers met uniformen en zo. En dat had je niet in het venster. Nee. Waren daar wel ouvreuses? Of, nee, ook niet. En ja, dat was Cineac natuurlijk. Daar moest je ouvreuses hebben. Vanwege die permanente voorstelling. Ja. Ja, kunt u dat uitleggen? Nou ja, dat weet je toch. Je kon er binnenlopen in elk moment. Dat je, en dan kon je blijven zitten totdat het programma zich weer herhaalde. Maar je moest dus in het donker naar je plaats gebracht worden. En af en toe ging het licht even aan. Als bijvoorbeeld die uitzending over biovakantieoord voorbij was. En dan kwamen de collectebussen langs, weet je wel. En er kwamen ook oevreuzen langs die, marsrepen enzovoorts verkochten. Dat soort dingen. U had een bepaalde voorkeur voor bepaalde films, zeg maar. Hè? Dus u zei net al, Amerikaanse films had ik al minder interesse in over het algemeen. Maar kon het zijn dat films die u graag wilde zien of die u aangeraden werden, dat die ook in andere bioscopen te zien waren dan het venster? Nee, weet ik niks van. Weet ik niet. En kunt u wat meer vertellen over die filmvoorstellingen in de Volksuniversiteit? Hoe zag dat eruit? Weet u wie dat organiseerde en weet u nog wat voor films daar gedraaid werden? Die films die ik genoemd heb, die dacht ik allemaal daar voorkwamen. Behalve Les Enfants du Paradis en die van Jacques Tati, die heb ik daar ook niet gezien. Maar, en ook niet die Amerikaanse film. Ja, het was gewoon zo'n gehoorzaal. Het was geen hellend, het was gewoon een vlakke vloer enzovoort. En ook geen echte bankjes, maar stoelen die je aan moest schuiven en zo. Dus het was voor het was een gelegenheidszaak. Het was een gelegenheidstoestand, ja. Dus niet een vaste bioscoop. Nee. En kunt u zich herinneren waar u programma kon vinden van bijvoorbeeld de Volksuniversiteit? Waar u keek, wat er draaide? Nou, in het journaal of het blaadje van die Volksuniversiteit. Dat bij mijn ouders kwam. Want waren ze lid van de VU. Ja. Ja. Ze waren lid, of waren ze ook actief daarin? Nee, lid. Ja. Maar, voor het venster, of wat er dan in de bioscoop draaide? Nou, je had dus die ladder die iedere week verscheen in de krant. Dus er stond ook het venster bij. Ja. En met wie ging u doorgaans naar de film? In het begin met mijn moeder en na de hand alleen. Of met een vriendje, ja. En niet met uw vader dan? Nee, die was er niet voor te boren. Okay. En weet u nog waarom? Of, Een heel ander karakter had hij. hij was wel erg op muziek gesteld. En ze hadden ook wel een abonnement op het Philharmonisch. Maar verder bleef hij het liefst thuis. Dus dat had niet met een medium film te maken, of ook, voor zover u kan inschatten, was dat het medium film of was het het uitgaan? Het uitgaan. Ja. Okay. Even kijken hoor. Ging je ook met uw vrouw, of misschien eerst verloofde, ging je ook naar de film? Nee, we gingen naar de Schouwburg. Bovenop het Schellentje. Goedkoop plaatsje. En wat zijn dan, kunt u zeggen, wat zijn stukken die u nog bijgebleven zijn, die u daar gezien heeft? Shakespeare, Much Ado About Nothing. Maar het was in het Nederlands, dus veel gedoe om niks. Ja. En waarom is die u zo bijgebleven? Omdat je pas met je verloofde was, met je vriendin.
En als we weer teruggaan naar de films. U had er net een lijstje gemaakt. Dat zijn denk ik de films die u die het meeste indruk hebben gemaakt. Zijn er bepaalde scènes die, die veel hebben gedaan? Impact hadden? Ja, Goodbye Mr. Chips. Natuurlijk, het moment dat hij vertelt dat zijn vrouw dus omgekomen is met een bombardement enzovoort. En dat toch gewoon de volgende ochtend plichtsgetrouw weer voor die klas moet gaan staan. En dan op een gegeven moment merken de leerlingen wat aan hem. En dan komt hij toch op een gegeven moment met de bekentenis dat zijn vrouw 's nachts overleden is. En dat is stil spel. Grandioos. Grandioos. En het schiet me zomaar te binnen van Modern Times. Het gekste toestand is als hij aan de lopende band staat te werken. En dan wordt de maaltijd wordt ook gemechaniseerd. En dan wordt alles in zijn mond gepropt. En dan komt de tandenpoetsel door zo'n mechanische borstel. En zo. Dat is schitterend. Satire is het natuurlijk ook. En van Les Vacances de Monsieur Hulot. Toen komen we binnen dat op een scène als postbode moet hij het brieven rondbrengen en dan moet hij ze allemaal stempelen ook onderweg. En dat doet hij dan al hard fietsende op de achterklep van een auto, van een vrachtauto. dat vergeet je nooit meer zoiets. Hè? Dus de scènes die u aanhaalt zijn of komisch of juist heel... dramatisch of heel dramatisch. Ja, High Noon natuurlijk ook. Dat is de spanning is te snijden natuurlijk, hoe die twee rivalen naar elkaar toe komen en wachten tot wie het eerste gaat schieten. Hè? Jongen. Dus die film maakte toch indruk, ook al zei u net van, ja, ik vond het een beetje Amerikaans. Ja, maar die scène onthoud je wel degelijk, tuurlijk. Ja. Dus meer in aansluitingen, wat zijn de belangrijkste emoties die u ervoer in de bioscoop? Ja, La Strada ook, heeft ook zo'n prachtige scène. Dat die grote man, die ruige man, op een gegeven moment dus huilend in elkaar stort. Als hij merkt dus dat het meisje dood is of weggegaan is of zo. Ja, dat het meisje is weggegaan met een andere jongen of zo. Dus het is de komischiteit, natuurlijk, hoe dat gedaan is, maar ook dus de diepgaande, droevige emotie. Ja. En bleef die aanwezig als de film voorbij was? Nou ja, ik heb ze nou nog. Ja. Dus dat zijn de dingen die blijven hangen. En kunt u zich nog andere dingen herinneren die, als het ware... overbleven uit veel die u invloed hadden op u, bijvoorbeeld in uw doen en laten of misschien ook in uw uiterlijk of in uw zijn er dingen die u overnam of uit de film? Nee, maar wel mijn waarderingen. Ja. En die dat zijn keuzes die je dan ook leert maken, ook voor je toekomstige televisiebezoek. Ja, ik weet ook een scène, maar dat is van voor die tijd. Ik heb ooit eens een keer in de oorlog gezien lichte cavalerie met Marika Ruk. En dat vond ik zo gek geschreven, R-O, umlaut, K-K. Maar dat was schoonzwemmen. Scènes waarbij al die ladies in een kring, met een hup, er gingen al die benen omhoog en zo. Nou ja, dat is gewoon esthetica. En heeft u die film ook nog later teruggezien? Nee, nooit meer. En weet u nog waar u die gezien heeft, die Marika Ruk film? Ja, het was in de oorlog, dus het kan Victoria geweest zijn en het kan Luxor geweest zijn, anders niet. Ja. Kunt u een inschatting maken hoe vaak u naar de film ging? In het algemeen? Weinig dus, heel weinig. Ik zei 3 keer per jaar naar het venster ongeveer. En dat was het dan wel zo. Ja. Heeft u ooit Gone with the Wind gezien? Nee, de naam kent iedereen natuurlijk, maar ik heb hem niet gezien.
heeft het al een beetje aangehaald, maar hoe keek uw omgeving tegen film en bioscoop aan? Nou ja, toch als lagere kunst, tenzij speciale dingen dus opvielen. En wat waren dan speciale dingen? Nou, die films die ik genoemd heb. Ja. En wat waren dan zaken die een film konden optillen tot een hoger plan? Ja, toch wel het algemene artisticiteit. En het ontbreken van populaire effecten, zoals verleidelijke vrouwen en stoerdoende mannen. En dat, die standaard dingen. Dat, En u noemde ook al even filmliga, volgens mij. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nee, gewoon zo'n abstract organisatieprincipe. Dat. Maar het was niet uw gewoonte om filmliga bijeenkomsten bij te wonen? Nee. Nee. Heeft u nooit gedaan? Nee. Nee. Maar kent u, want na de oorlog is er wel een Rotterdamse filmliga geweest, voor zover ik weet. Maar heeft u daar wel eens wat van gehoord? Nee, alleen wel eens wat gelezen, maar het was een organisatie achter de schermen voor mij, die dus de kwaliteit van de films wilde verhogen door de keuze te maken van dat zijn goede films. Verder weet ik niet. Ja. Net toen de camera uitstond, toen wilde u nog wat vertellen over de Menschen am Sonntag. Oh ja, Menschen am Sonntag. En Les Enfants du Paradis hadden gemeen dat ze het dagelijks leven van een bepaalde sociale laag van de bevolking weergaven. En dat is ook zo interessant, want wie gaat nou gewone dingen filmen? En maar dat is juist het interessante. En dat is, ook dat is u ook bijgebleven? Ja. Ja. En dat was, in hoeverre, nee, sorry. Dat was iets wat u nog niet had gezien? Nee, dat het dus apart tot onderwerp werd verheven. Ja. Je had natuurlijk bij Les Enfants du Paradis die kwaliteiten van die pantomimespeler. Jean-Paul. Ga ik zeggen? Nou, ik weet het niet meer, ik kan er niet op komen. Dus dat viel ook wel even op, maar dat was een onderdeel van het leven zoals het in die wereld voorkwam. En, ja. En zag u dan ook overeenkomst met uw eigen leven in de film? Of laat ik het anders zeggen, wat was de relatie tussen uw eigen werkelijkheid en wat u op het witte doek zag? Nou, in de eerste plaats de sociale laag van de bevolking waarin je zat. En daar voelde je dus mee verwant. En het was gewoon, daar voel je ook mee verwant. Ja. Als contrast ten opzichte van de high society of het pauperisme. Hm? Ja. En misschien wel meer abstract, wat was het doel van naar de film gaan voor u? Wat wilde u eruit halen? Kunst. Dus ik verzamel het woord kunst eronder. Dus, kwaliteit. Ja. Dus geen ontspanning of ontsnapping? Nee. Nee. Ja, dat is, ja, ook een beetje een detailvraag, maar ik heb in de krant van de jaren 50 kranten, wat verhalen gevonden over wilde bioscopen. Dat was de term die ze gebruikten voor zalen buiten de reguliere bioscopen. Kunt u zich daar iets van herinneren? Nee. De kermisbioscopen, die, daar kwam je ook niet aan toe. En de allerlei ondergrondse vertoningen. Er waren natuurlijk wel amateurfilmers die filmpjes gemaakt die ze gewoon thuis konden vertonen, maar er was niks wilds of geheimzinnigs aan. Nee. En buiten de Volksuniversiteit heeft u wel eens film buiten de bioscoop gezien?
in een buurthuis. Jawel, kerk. Dus dat ik vertelde van dat vakantiecentrum in Driebergen, ja. Doorn. Ik heb volgens mij wel een beetje doorgelopen wat ik wilde vragen. Ja, misschien ook nog een detail, maar wanneer kreeg u televisie? In 1963 of 64. Heeft dat nog impact gehad op uw bioscoopbezoek? Nou ja, dat was tegelijkertijd dat ik vreselijk hard moest werken. Ook 's avonds moest ik doorwerken, gewoon met die praktijk. Dus ik keek naar de televisie alleen. Als de kinderen om 7 uurtje, weet je wel, dan moest ik erbij zijn, vond ik. En 's avonds keek ik met mijn vrouw nog wel eens een keer naar een detective. Daar gaf zij dan aan. Ja. En in die tijd ging u dan ook nog wel eens naar de bioscoop? Nee, het Schouwburgbezoek was toen belangrijker, ook voor de kinderen, want die gingen gauw mee. Ja, okay. Je had dus zo'n theatertje naast de Schouwburg van nu, het Piccolo Theater, en dat was ontzettend leuk voor kindervoorstellingen. En ging u ook met kinderen naar de film, met uw kinderen? Nee, ja. Ik wou nog eerst nog even terugkomen, nog een keer op die volksuniversiteitsvoorstellingen. Hoe zag zo'n voorstelling eruit? Was er ook een voorprogramma? Werd er een lezing bijgegeven? Of, ja. Hoe ging dat? Er was inderdaad altijd een introductie, echt, wat het thema was voor die film, waar het om ging enzovoort. En hoe het opgenomen was, maar nee, zonder te veel technische details. Dan kreeg je die film en dan afloop kon je koffie of thee of zo. Zo gewoon. En dat was het dan. Echt nabesprekingen heb ik nooit meegemaakt. Nee. Sorry. En weet u wie die inleiding verzorgde? Nee. Maar je had natuurlijk in Volksuniversiteit een aantal losse deskundigen die van overal vandaan kwamen of min of meer vaste relatie hadden met die VU. En ja, die waren erbij. Waarschijnlijk degene ook die de keuze maakte van het programma. Van welke films vertoond zouden moeten worden. En was het seizoensgebonden of was het het hele jaar door? Voor zover ik weet, het hele jaar door. Okay. Zijn er nog misschien nog dingen die u daarover kunt zeggen of die u te binnen schieten over die Volksuniversiteit? Hoe vaak bent u daar geweest, denkt u? Sorry. Een keer of drie maar. Oh, een paar keer. Ja. Ik heb toen geen cursussen gevolgd. Nee, ik ging al zelfs naar de universiteit toe, joh. En het venster, hoe vaak denkt u dat u daar geweest bent? Of hoe vaak ging u naar de bioscoop? Ook niet veel. Als het drie keer per jaar of zo, meer niet. Sorry. Sorry, man. Weet je fiets? Ja, dat staat bij mij al. Running, yeah. Links, onder je linkerarm. Daar staat het venster. Ja. Dat is die driehoek. Hier, dit. Daar. Stippel de stippel? Ja, of mag het gewoon een dikke lijn zijn, hoor. Dat maakt het alleen maar makkelijker. Deze routes wil ik allemaal op een digitale kaart over elkaar leggen. Van alle interviews. Oh, dan zie je al die routes. Oh ja, wat leuk, ja. Dat vind ik wel aardig. Even kijken, die was er nog niet. Ja, die is snel onderzoek niet, hè, denk ik. Nee. Ja. Hier is maar zo'n gaatje. Ja, die term heb ik eerder gehoord, ja. Ja, een beetje staan. Hier, dit is maar zo'n gaatje. Wat is dat? Dit is dus een tunnel die onder de Rijksweg onder de spoorbaan te horen. Bij de Bergen. Rijksweg was het nog niet. Ja. Nou, eens even kijken. Hoeveenstraat. Hier in de Rijnbaan is dat. En ik hier zo. Ja.
Dit was toch het eenvoudigste. De Bergweg, Schieweg. Kossingel. Binnenweg. Hier is de Binnenweg. Ja, die kon ik ook maar niet vinden. Dit is de nieuwe Binnenweg. En, oh ja, die daar was het, ja. Hier toch zijn? Met een kruis. Ja, daar is een ongeveer. Alternatieve route was hier slingeren door het oude Noorden. He. Maar dat was meer als ik die richting ging over de bruggen of zo, over de Willemsbrug, dan nam ik van daar begin het les. En de Volksuniversiteit, waar was die? Die was. Ietsje verder, de Zee, die was hier. Maar tegenwoordig het Museum Natuurmuseum is. Dat was de vroegere Volksuniversiteit. Ja, dus dan moest ik gewoon ietsje verder doorfietsen en dan hier. Dat mag je ook wel aangeven hoor. Ja. Dat. Ja, die moderne. Die is totaal veranderd. Ja. Nou, het gaat ook meer om de globale richting dan zo. Dan, zo. Ja. Ja. Ik kan gewoon iets dikker maken dat ik het goed. Zo. Ja. Hier de driehoek zo. Hè? Ja. En, als u naar Victoria ging, dan was ja, het terug. Was ik gauw klaar, was ik hier. Ja. Oh ja, Victoria. Ja, volgens mij. Ja, tenzij u nog weet waar, dat, waar die zendingsfilm was. Maar... Oh, dat weet ik precies. Dat is misschien ook nog wel. Gewoon wat op de straatweg. Toen jij zit, het was vlak bij jou. Maar dat was dan ik zie het huis nog wel eens. Een andere huis ook. Het was niet onbelangrijk, hè? Sorry. Dat... Je had daar die schoenenwinkel Vrinten. Kan je dat nog herinneren? Ja. Nou, daar ongeveer naast op die hoek, daar is zo'n huis met zo'n trapje. Hier. Maar dan zou ik ook de route naar uw huis in Hilligersberg erbij hebben. Ja. Van de Molenlaan, hier moet ergens een Nachtegaallaan. Dan kreeg je nu met lijn 4 die tijd. Lijn 14. Lijn 14 was dat toen. Dit is de Nachtegaal. Ja, nou de Nachtegaallaan. En dan dus ja. En de burgemeester van Kempersen. Nou, in zo'n lijn 14 dan ging je. De molen, de beur van Kempersingel, waar is die? Kijk, hè, dat zo lastig is. Het moet hier ergens zijn. Dit is, hier heb je hier ook onder de kop. Oh, nou, de van Kempersingel. En dan ging je door de Dorpstraat. Hier, de Verve van de Montenier, of niet? De Dorpstraat. Waar is die? En gek is dat. Hier. Ja, dat kan alleen maar zo zijn. Kan alleen maar zo zijn. Ja, natuurlijk langs het water, de straatweg. En dan op dat hoekje van, ik weet niet hoe die laan heet. Die laan Verstoren. Van Slingeland behalve de Juliaan Verstoren. Nee, het is helemaal aan de andere kant. Je zei dat je die schoenenwinkel nog wist, of niet? Ja, dat was tussen de Juliaan Verstoren en de Kleinwegin. Ja. Dus dat is hier geweest. Toch? Op een hoekje, met een trapje. Ik zie dat huis nog wel eens en dan denk ik er nog aan. Ja, dan moet het hier zijn. Ja, op een hoekje. Juliaan Verstoren, Berglaan. Oh, ja, zoiets. Nou,